Welkom bij een aflevering van de... Recensie Jongens. Muziek, zo gevaarlijk dat we onze veiligheidsbril op hebben. Oh, mijn oog. Ja, en dat is weer een plaat. Een plaat. Raad de plaat, raad de plaat, raad de plaat. Ellen ten Damme. Ellen ten Damme. Maar ik heb een plaat gekocht. Ellen ten Damme in het Concertgebouw. En dat plaat heet Berlijn of Berlin. Nee, Berlin. Berlin. Want je ziet hier op de plaat in haar logo Ellen ten Damme. Nou. En zij heeft dus illegaal een ekster aan een touwtje aan de hand zitten. Want die ekster die woont dus bij haar thuis. En die ekster is dus gewoon haar huisdier. En die gaat dus niet meer van haar weg. Dus die zit consequent op haar schouder en die vliegt en die doet. En de overheid heeft ook tegen haar gezegd van ja, je krijgt een boete. Want je mag namelijk geen wild dier houden. Maar... hij kan ook niet weg, dus ze zegt ik heb eigenlijk een soort asieldier. En hij is ook zwart. En wit. Denk niet wit. Denk niet zwart. Denk niet zwart, wit. Maar sorry man, Ik vind het wel leuk hoor. Ik vind de muziek eigenlijk heel leuk. Ik heb hem wel echt 5 keer moeten... Zij heeft dus de plaat Berlin gemaakt in het Concertgebouw. En op de een of andere merkwaardige manier is Ellen ten Damme altijd heel erg met dat Duits bezig. Ik vind dat ook heel kicken, want het repertoire wat ze zingt... heb ik ook wel eens gezongen. Dat is ook op YouTube te zien. Daar zal ik nog wel wat linkjes maken. Maar dat zijn allemaal oude liedjes uit Berlijn. Lily Marleen, dat is van Marlene Dietrich. Bijvoorbeeld ook Naturentrainen van Nina Hagen. Dat vind ik een van de weinige niet zo sterke nummers. Omdat Nina Hagen dat zelf eigenlijk bizar goed zingt. Maar bijvoorbeeld dat kan je dan niet verbeteren. Dat kan je dan niet goed verbeteren. Zij, Ellen ten Damme, is wel bijzonder. Want ik heb haar 1 keer ontmoet. En dat tijd was... voor schunnige verhalen. Oh, wacht even. Anekdote met een bekend iemand uit Nederland. Ik druk even. Schunnige verhalen vind ik het. Nou, het is niet zo schunnig. Het was eigenlijk meer... Niet schunnig? Maar het wordt niet schunnig. Dat is niet leuk. Het is eigenlijk heel slap. Nee, mijn zus die zingt dus in opera's. En daar kwam zij een keer kijken. En toen ging ze zitten op een bankje. En toen liep iedereen weg. En toen stond ik opeens alleen met Ellen ten Damme. En toen vertelde ze dat ze aan de knie geopereerd was. Welke knie? Toen zei ze, ja, ik kan dus helemaal niet goed optreden en zo. Maar ik ben aan het revalideren. En toen trok ze eigenlijk... de broek omhoog. En toen liet ze dus even de knie zien met allerlei dingen. En dat ze in fysiotherapie zat. En toen zei ik, goh, interessant. En daarmee was het... ja, maar ik heb er dus wel op. Ik denk dat ze het niet meer weet. Maar dat denk ik. Dat denk jij? Dat denk ik hoor. Ik denk dat ik... dat is wel... dat weet ik wel zeker hè. Ja. En als jij nog dat verhaal weet in het consultorium in Den Haag. Dat jij met mij... je het over je knieoperatie hebt gehad, vind ik het wel leuk als je die hieronder hebt, dat je daar nog warme herinneringen aan hebt. Weet je wat zij nu tegen op zo'n feestjes vertelt? Ik zit gewoon zo, iedereen loopt weg, blijf ik met 1 zo'n gast over. Ja, ik denk voordat hij vieze verhalen gaat vragen, ga ik maar zeggen, ja, ik heb last van mijn knie. Maar ze zingt goed, vind ik. Maar ze zingt goed. Een leuke meid. Leuk vlotte meid. Nee, enthousiast. Echt lekker enthousiast. Muziek van Kurt Weill. Maar Surabaya Johnny, fantastisch doet ze dat. Ja. Even kijken, Mackie Messer zag ik. Doe ze allemaal even op anders. Nee, en Johnny, vind ik, die doet ze heel goed. Johnny? Nee, dat is... Johnny, wenn du Geburtstag hast, ben ich bij dir zu Gast. Seks wordt gewoon sleupen en zo. Het is wel bezopen. Maar dit nummer hoor je ook in Soldaat van Oranje trouwens, wil ik net. In de oude film, hè? Met Rutger Hauer. Met Rutger Hauer. Die we dachten te zien in Jackie Brown. Van Quentin Tarantino. Precies. Had hij niet ook een leuke film? Ja. Ik heb haar toen gezien op Fleetpop in Leidsendam. Ja. En ik heb haar altijd leuk gevonden. Ja. Ik vond haar niet altijd even goed zingen, maar de laatste jaren is ze wel echt beter geworden. Ja. Maar haar act, hoe ze, de attitude, de presentatie, superleuk. Hey, nou haken we toch even op iets in. We zouden niet iets over David Bowie doen. Nee. Doen we niet. Toch wel. Maar eigenlijk 1 kleine opmerking. Wat zij heeft, dat had hij ook. Patricia Pai! Nee, maar wie heeft Patricia Pai niet? Die gast vond ik altijd cool. Hij is legendarisch. Ja, maar hij heeft, dat is op YouTube ook te zien, heel kort trouwens. Daar speelt hij de Elephant Man zonder zich te verkleden. Ja, zonder nou joh, dus kikken. Hij is het gewoon. Hij is gewoon die verminkte, maffe dude. Ja. Maar dat is hij niet. Hij is gewoon die knappe gast. Maar hij speelt het. En je ziet gewoon, dat misvormde. Jij vindt hem volgens mij als acteur leuker dan als muzikant. Ja, dat vind ik hoor. En dan, want die acteert ook. Die heeft ook geacteerd vroeger. Ja, maar ik vind haar wel beter op een podium. En daar past eigenlijk dat Duitse... Dat gekke vogeltje past er ook erbij. Dat Giel Beelen wel eens horen vragen van... Hé, waarom toch dat Duitse? En dan altijd een beetje met zo'n opgetrokken neus. Positief. Heel veel van dit repertoire komt eigenlijk uit de jaren 20 van de 20e eeuw. Ja. En dat was nog de tijd waarin Berlijn... nog die hele toffe stad was, zonder de naad. Je vrije seks had. Jaren 60, een beetje een soort hippie-tijd. Roaring Twenties. Ja, maar een soort hippie-tijd, maar dan in Berlijn. En dat vindt zij leuk. Want daar zit ook een soort circus-element in. Gasten die met maffe make-up lopen. Maar ook dat die genders niet helemaal precies... David Bowie heeft trouwens ook in Berlijn gewoond en dit repertoire gezongen. Een leuke connectie. Dat we toch iets over Bowie gezegd hebben. Maar eigenlijk niet. Dat vind ik. Dat eigenlijk Ellen ten Damme en Bowie wel uit dezelfde vijver putten. De artiest is eigenlijk gaver dan die wat hij produceert. Precies. En 1 april staat ze in het Paard. Den Haag. Oh, ook op 1 april? Ja, 1 april. En dan moet ik ook spelen in het café, dus als je het leuk vindt. Maar kunnen we dan ook 1 april naar Miles Davis dan? 1 april is een drukke dag. Ja, inderdaad. Een bijzonder, en het is geen grap. En ik wil de volgende keer... Mag ik dat anders zeggen even? Nee. Ik vind 1 april echt stom. Ten koste van anderen. Zo van, hé, je veter zit los. En dan zit die niet los. Ja, ik noem nu wel eens Bert. Het is klaar, hè? Het is klaar. Het is over op de...